Beste dames en heren. We zijn met enige vertraging gaan wij vertrekken. Ik bevind mij nu op de Tim Shell. En ik ben Sebastiaan Smit van Aqua Omega. En ik ben hier samen met mijn collega's en de schipper Kees de Koster gekomen om zorg te dragen voor de verstrooiing van de as van uw dierbaren. Dat weet ik zeker, Wim nu in dit geval. En voor de mensen die er niet bij zijn, hun dierbaren ook. Wij zullen straks gaan wij de Westerschelde opvaren en gaan wij naar een ankergebied dat heet Wielingen Noord. Ik weet niet of iemand dat kent, maar dat is een plek daar kunnen we stil blijven liggen zonder dat we gevaar hebben dat we worden aangevaren. Want het is een hele drukke vaarweg hier met grote schepen en de vaarroute is smal, zullen we maar zeggen. Dus we gaan naar een ankergebied, daar gaan we stil liggen en daar zal iedereen één voor één worden verstrooid. Als de laatste verstrooiing is gebeurd, zullen wij een bloemengroet geven. Dat zijn de witte rozen die u net zag, die daar op het dek liggen bij de touw. Zullen wij als laatste groet een bloemengroet geven namens Aqua Omega en die bloemen blijven drijven. En daar zullen wij een grote cirkel omheen varen. En als die cirkel voltooid is, zullen wij als laatste groet drie keer de scheepshoorn tegen horen brengen. Drie lange stoten, waarvan de laatste langer is dan de voorgaande twee. Goed om te weten dat voordat wij gaan beginnen met verstrooien, slaan wij altijd de scheepsbel. 4x2 glazen. Gebruik in de marine vroeger, wisseling van de wacht. Elk half uur klonk er één slag en na 8 keer wist je van oké, ik moet op of ik ben wacht af. En wij hebben dat verweven in onze plechtigheid. Ik ben er klaar voor. Schipper is er ook klaar voor. Ja, wij nemen Wim mee. Ja? Oké. Yes! En ik kan alleen maar zeggen dat... Wim zal niet vergeten worden als ik jullie zo zie. Hè? Dus, want dat is... Ja, dankjewel. Vaarwel, hè. Dag. Zo, we zijn de havenmond voorbij gevaren. We zijn zojuist vertrokken vanuit Vlissingen onder het toeziend oog van nabestaanden. En we zijn onderweg naar een ankergebied, Wielingen Noord genaamd, waar we straks zullen gaan stilliggen. En as zullen verstrooien en een zeeuren zullen bijzetten. Misschien wel vandaag van uw dierbaren. De omstandigheden op dit moment hier is bijzonder te noemen voor de tijd van het jaar. De zon die schijnt, die straalt hier ook met zijn zonnestralen over de oppervlakte van de Westerscheldijk. Het is bijna 18 graden, schat ik zo in, en een licht briesje. Het is fijn om te varen en hier op zee te zijn. We varen straks langs de boulevard. Zullen we een aantal bezienswaardigheden nog even in beeld brengen. En dan als wij de locatie en de positie hebben bereikt, dan kom ik straks weer even bij u terug. Ik wens u een onvergetelijke vaart en een mooi afscheid. Zo, we zijn inmiddels al zo'n 20 minuten onderweg, ongeveer. En het blijft fascinerend om hier op de Westerschelde te varen. En die grote schepen voorbij te zien gaan. Het is wisseling van tij. We hebben laag water gehad. We gaan nu weer door naar hoog water. En ik hoor aan de motor dat we er bijna zijn. We hebben onze positie bereikt. We liggen hier in het ankergebied Wielingen Noord en we hebben de motor helemaal uitgezet. En je hoort niks anders dan de geluiden van de natuur, de scheepvaart hier op de Westerschelde.
bijzonder om dit zo mee te maken hier. De positie waar we nu liggen, die sla ik op. Mijn telefoon, die zal ook weer worden gepubliceerd op onze website. En ik ga vragen aan Kees de Koster, voordat we gaan beginnen, om de scheepsbel 4x2 glazen te geven. Kees, alsjeblieft. Dankjewel, Kees. De scheepsbel heeft geklonken. Wij gaan beginnen met de verstrooiing en bijzetting van de as. Heeft de laatste bijzetting, moet ik zeggen, plaatsgevonden. En als is met een zeerun hier te water gelaten en is langzaam gezonken naar de bodem. Waarna de as langzaam met de stromen zal meegaan op reis. Ik ga deze witte bloemen achterlaten hier op deze plek, op de Westerschelde. En de bloemen blijven drijven en markeren heel symbolisch het zeegraf. En dan zal de schipper, Kees de Koster, zal er een grote cirkel omheen varen. En als de cirkel voltooid is, zullen we als laatste groet 3 maanden scheepshoorn tegen horen brengen. Een bloemengroet namens Aqua Omega aan iedereen die vandaag op zee is achtergebleven. Oké, alsjeblieft, Kees. Door. Zo, de vlag is weer in top gehezen. Deze asverstrooiingsplechtigheid is tot zijn einde gekomen. We verlaten deze mooie plek hier, verlaten we en we gaan weer terug naar de hectiek van alle dag, zullen we maar zeggen. Het was mooi om hier te zijn en een hele eer om deze belangrijke taak uit te voeren.
namens Aqua Omega, de bemanning hier van de Team Shell, wil ik u bedanken voor het vertrouwen en heel veel sterkte wensen. Salut!